Ja, u hoorde de koningin van het toneel, koningin van het cabaret, Claudia de Breij, die heerlijk voor ons zong. En we gaan van het ene lekkers over naar het andere lekkers eigenlijk. Want er staan hier twee taarten op tafel en met reden. Want bij mij aangeschoven is Maarten Jan van de Vrede. Ja. En we doen cultuur in actie. Dat gaat over de cultuursector, over de kunsten. En wat heel belangrijk is eigenlijk aan deze actie, is dat we iedereen in die sector eigenlijk laten zien. Dus niet alleen de acteurs of de mensen die zingen of weet ik veel wat, maar alle belangrijke schakels ook achter het scherm. En jij bent er zo iemand van, want jij bent cateraar. Ja. Hij komt op neer. Ja. En nou ja, ik moet zeggen, je hebt die taart neergezet, ik krijg wel ernstige honger. Maar hoe is het voor jou in deze tijd om... want ja, dat ligt natuurlijk ook allemaal stil. Ja, dat ligt helemaal stil. Dat is... Nou, half maart waren wij nog bezig. Ik ben, om even uit te leggen, ik ben cateraar voor theaterproducties. Ja. Ik doe montagecatering, dus ik ben eigenlijk... iedere week zit ik bij een ander gezelschap, mensen in het theater. En ik ga dan 4-5 dagen ben ik bij ze om ze eten te geven, zeg maar. Dan zijn zij bezig met de montages, net bekleding, licht, decor, noem maar wat, alles. Mm-hmm. En vervolgens gaan zij het toneel op en gaan ze dingen doen. En ga ik dan vervolgens, ben ik bezig om allemaal lekkere dingen voor hen klaar te maken. Ja. Ja. Live te koken eigenlijk daar waar? Nou, het is half-half. Je begint eigenlijk koken thuis, uiteraard. Ik heb gewoon een keuken waar ik in werk. En daar ga ik dan, dat doe ik de voorbereidingen. En eigenlijk op een heel raar moment, wat je zou zeggen, in de horeca gaat iemand door totdat mensen in een restaurant komen. Mm-hmm. En daar, zeg maar, hij uitserveert, hè, of door mensen laten uitserveren op de tafels in het restaurant. En wij stoppen om een uur of twee, omdat ik wil het eten niet brengen en neerzetten en op het moment dat ze moeten gaan eten. Ik wil daar ook nog even aanwezig zijn. Ik wil bij die mensen ook aanwezig zijn, want dat vind ik onderdeel van het. Het zijn mijn mensen. Ik doe dit nu 15 jaar. En ik vind het, het is een wereld waar ik per ongeluk in terecht ben gekomen. Mijn basis ligt in de filmcatering, heb ik 6 jaar gedaan. En per ongeluk zijn we bij het bedrijfje, toen nog van Albert Verlinde, zijn wij zomaar ergens neergevlogen. En toen liep ik daar rond en dacht ik, dat deze chemie bevalt mij. Ik vind dit mooi. Ik zit dicht bij het product zelf. Dat had je veel minder. Dan stond je in een busje ergens te koken. Ja. Kwamen de mensen bij je eten en je had met iedereen wel contact. Maar op dat moment dat ik daar liep en laten we zo zeggen, je toneel rook en de mensen ook mijn eten vanaf het toneel roken. Net zeggen, ik raak die taarten vooral. Ja. Toen kookte nog in een busje en op een gegeven moment heeft ze dat verschoven. En aan het begin reed ik nog wel met een busje door Nederland heen. Maar op een gegeven moment merkte ik ook dat er faciliteiten waren in theaters. Er waren keukens, er waren gewoon artiestenfoyers waar je inductieplaatje neerzet en waar je gaat koken. En dacht ik, als we nou voor een gedeelte voorbereiden thuis en voor een gedeelte dat in theater doen. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk precies weten welke dingen we in het theater doen en welke dingen we thuis doen. Ja. Dus laten we zo zeggen, de pastasaus maak ik thuis, maar de pasta kook ik in het theater. Ja. Het taartje maak ik thuis, maar de sla was ik daar in het wasbakje of wat dan ook. Dus zo is dat. En dus weten we ook precies wat. En je kent inmiddels alle theaters. De theaters zijn een soort tweede keukens voor jezelf geworden. Ja, is dat zo? Ja. Ja, je kent er ook alle mensen inmiddels. Dus dat is ook echt, als je een tijdje niet geweest bent, weer leuk omhelzen. Ja, nu dan niet, maar bedoel dan dat... Ja, dat, ik begrijp wat je bedoelt, ja. Dus daar, dat is familie, het is fijn om weer, als ik weer in Carré kom, ja, en ik daar weer binnenkom en ik de bekende portiers die ik zie en ik ga naar boven en ik ben al in de keuken bezig en dan komt een van de dames die komen en zeggen, wat ben je er weer? Nou, dat is heerlijk, dat is zo leuk. Dus dat is dan ook alweer. En dan uiteindelijk komen dan alle mensen die dan daar op dat moment werken, die komen dan nog weer langs. Nou, dat lijkt me ook zo leuk. Ik bedoel, ik had wel enigszins trek en door die taarten begint mijn maag te gillen zowat. Maar jij komt natuurlijk op heel veel plekken, omdat je natuurlijk voor heel veel verschillende mensen dan kookt en eten maakt en de catering doet. Ja. Maar je wordt denk ik altijd met luid applaus ontvangen. Wat ook net toen jij hier weer ging hier zitten. En ik zag iemand van de camera, een van de cameramannen, die was nog even een broodje aan het eten. Die zei van, de cateringen, de taart. Het werd meteen gezegd, dat is de meest geliefde persoon van de dag, in ieder geval vandaag. Ja, dus je brengt dat hoor je altijd wel, maar dat, dat is leuk om te horen. Ja, iedereen is ook altijd blij ook. Het is natuurlijk heel belangrijk. En, het is, en wat jij ook zegt, van, je maakt dus niet alles thuis en zet het maar gewoon neer. Maar je maakt er ook een beleving van. Dus het is... Ja. Bijna een voorstelling. Nou, en dat is ook voor. Dat is A, heeft dat met kwaliteit te maken. Ja. Gewoon dat ik niet wil dat
eten wat klaar is in de auto gaat. En dat ik dat anderhalf uur later dat ik dat uit ga serveren. Ja. Ik probeer alles zo laat mogelijk gewoon klaar te krijgen. Ja. En als dat bijspreken de ganache over de tonkinois, die Franse taart moet zijn. Tonkinois. Ja, ik ben sinds een paar. Ik kan nu niet koken voor mensen in theater. Dat is heel jammer. Dus ik ben nu begonnen met. Op Insta ben ik begonnen met patisserieproeven. Dus ik maak iedere week, donderdag maak ik een nieuwe taart en zet ik hem erop. En dan oefen ik vast een beetje voor het nieuwe seizoen, voor nieuwe toetjes. Ja, kijk, dit is een soort van mini Heel Holland Bakt. En jullie zijn nu, het is toevallig donderdag. Nou, dat zou ik zeggen. Daarom heb ik ook donderdag uitgekozen. Dat is dan mooi, dan heb ik voor twee taartjes, dan kan ik die hier laten proeven. Kijk, dan gaan wij zo meteen met z'n allen proeven. Ik weet nu al, dat voor mij krijg je al voor de uitschaling een dikke 9, misschien wel een 10 gewoon. Maar wat ook heel belangrijk is, want je zit hier natuurlijk niet alleen vanwege de taarten, maar en blij dat je je verhaal hebt gedeeld, maar ook voor de cultuur in actie. Ja. Demonstratie, om het even zo te noemen. En jij gaat ook je handtekening zetten. Ja. Namens wie en namens hoeveel mensen? Nou, wat ik net al zei, in al die theaters waar ik kom heb ik mijn contactpersonen. En dat zijn mensen die je nu niet zo snel hoort, weet je wel. Ja. Misschien is er wel een theaterdirecteur, ik heb niet iedereen natuurlijk gezien. Dus ik wil eigenlijk voor al mijn contactpersonen in de theaters wil ik tekenen. Ja. En dan voor de dames waar ik mee samenwerk, want ik doe dit niet alleen. We doen dit met z'n vieren. Ja. We hebben vaak meerdere producties tegelijkertijd die lopen. En dan ga ik naar het ene theater en gaat de ander naar het andere theater. En soms heb je iemand bij, ik kook voor de Analogs. Ja. Daar zijn we altijd met z'n tweeën. Dus dat is, welk getal mogen we erop plakken? Laten we zeggen 54 had ik bedacht. 54. Ja. Ik vind het die gaan we er met heel veel plezier bij zetten. Dank je heel erg, Maarten Jan. Ik zou zeggen, loop naar de muurtour. Ja. Zet je handtekening. En wij gaan met z'n allen genieten van jouw taart. Geniet van. Dank, heel veel dank.